mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSPD voor en Moor, en vandaag ga ik op pad samen met mijn collega hier achter mij. We pakken vandaag de T5, gemaakt door Heumots, teamlid Kas geloof ik. Ik vind hem wel vet uitzien. Alleen één ding is een beetje raar, maar dat kan of aan mij liggen of dat ligt wel aan het model. Dat is namelijk als je stop aanzet, dan krijg je ook dat hek. Dat komt steeds in beeld en dat gaat wel weg. Ik weet niet, dat is echt zo'n typisch Amsterdams iets, geloof ik, dat raster ervoor. Misschien kunnen we wel even... Ja, die verdwijnt dus steeds als je die... Ja, ik zet hem erop, ik zet hem er standaard op, maar hij verdwijnt dus steeds. Dus als stop aanzet, dan gaat dat ding aan, maar dan moet je gewoon zorgen dat je niet... Wat ben je nou allemaal aan het doen? Stap nou gewoon eens naast me in, je gek. Vandaag regent het, dat is niet zo lekker natuurlijk. Snel de bus in en we doen nog even voertuigcontrole. Voertuigcontrole check. Te zien deed alles het gewoon. Nou, we gaan de straat op kijken wat het ons vandaag allemaal gaat brengen. 12-01, dat is 12-01 nou. Shit, ja, we hebben een melding van een collega die assistentie nodig heeft. Maar er vloog ook echt mokertje hard een gestolen voertuig voorbij. Een collega vraagt om assistentie bij een verkeers... gast weer, hè? Daar kunnen we niks mee. Even cancelen. Oh nee, dat is de verkeerde knop. Nou, laat maar zitten. We gaan in ieder geval naar een collega die assistentievrouw bij verkeerscontrole. Er vloog net dus iemand voorbij in een gestolen voertuig. Dat zijn keuzes die je moet maken, maar ik heb gekozen om naar de collega te gaan, want ik weet niet wat hier aan de hand is namelijk. Hoi, vertel. Hey agent, de persoon hier voor me was helemaal aan het slingeren over de weg. Was ook redelijk roekeloos rijgedrag. Ik ga hem even controleren, blijf even in de buurt als je wilt. Ja, zeker. Blauw is wel veel mooier in de regen zo. Vertel, wat heb je? Ik kan duidelijk alcoholgeur bij me ruiken. Ik heb alleen geen ademanalyse bij me. Kun jij dat even voor me doen? Als je over het limiet is, dan arresteer hem maar. Ja, natuurlijk. Ga ik even doen. Goedendag mevrouw. Mag even voor mij blazen? Tot ik stop zeg. Blazen, 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 blazen. Oh maar. Ja. Hey mevrouw, dat is wat te veel. Mag bij deze uitspraak een aangehouden verrijden onder invloed artikel 8. Ik ben niet de antwoordplicht. Je hebt recht op een advocaat. Wil je gebruik van maken, zo ja kan dat, zo nee, dan is dat ook goed. Ja, kom draaien. Hand op je rug. Ik ga je boeien. Nee, niet. Terwijl je aan het stappen. Hey, stoppen. Oh, dat dacht ik toen. Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Dit gaat fout. Hier komen. Oh nee, wat doe ik nou? Ik ga even achterin plaatsnemen en dan gaan we naar het politiebureau. Ja, ik heb dat toch altijd met die busjes. Dat het niet helemaal soepel gaat. Maar ze zit. En dan gaan we nu even naar het bureau. Droppen we daar mevrouw. Ik heb er alleen niet gefouilleerd. Ik hoop dus niet dat ze dingen bij had die ze niet bij mag hebben. Collega, als je een
Radio 1 hebt, dan moet je maar langskomen. Nu zit je geloof ik gewoon lekker mee te rijden met verkeer met je sirene aan. Zo, overdragen aan een collega, want dat gaan we niet zelf doen. En over toe naar de officer 2. Oké, okay. Even zorgen dat we nergens in aanrijden als we achteruit rijden. En dan gaan we door. Bericht voor alle wagen, een bericht voor alle wagen. We have a drug overdose in Burton, respond code 2. Een mogelijke overdosis van drugs zou hier overlast veroorzaken. Prio 2. Ik zie ergens daarachter, ik zie het. Er staat iemand op straat, hè? Dat is natuurlijk niet erg handig. Goedemiddag meneer, wat zijn we aan het doen? Wow, ik ben super high gek. Oké. Goed, dat kan. Maar dat is natuurlijk niet zo verstandig om op straat te blijven staan. Nou, Wim, dat is ook nergens voor nodig. Hey, heb je voor mij, weet je wat, we gaan eerst even op de straat staan. Of op de straat, op de stoep staan. Lijkt me verstandig. Kom maar voor mij. Ik zet hem even hier neer. Oké. Luister eens, heb je voor mij toevallig een identiteitsbewijs? Dankjewel. Oké, die is ingevorderd, ik weet niet waarom. Dat is natuurlijk niet handig. Ja, moeten we ermee. Luister, kun je blijven... Kijk, het is natuurlijk niet de bedoeling om op straat te blijven staan. Maar ik vind nou ook niet dat ik hem moet aanhouden voor openbare verstoring, openbare orde of zo. Dus ik laat hem naar huis gaan met een waarschuwing. Maar dan moet je wel even normaal doen. Als je cannabis of zo of wiet, dan heb je... gebruikt, dan vind ik nou niet echt ja, ik weet niet, ik vind niet echt dat je dan een gevaar voor jezelf bent. Hij lijkt normaal nu te doen. Ik rond deze melding af en dan gaan we tegen een persoon met een mes. Dat is iets te... er wordt gestoken. Ja, die zit te steken die. Staan blijven. Handen omhoog. Op knieën. Meewerken, kom op hier. Staan blijven. Taser inzet. Oh, ze gaat toch weer over. Toch weer over vuurwapen. Ik weet niet wat ze gaat doen. Op knieën. Leg, what the fuck? Op knieën. Collega hierheen. Collega, vuurlijnen. Op knieën. Vuurlijnen, collega. Geen rare ding doen, ik ga je aanhouden. Zou je helemaal aanhouden? Zo, dat ging niet echt heel soepel. Ik had haar getased, dat vond ze niet echt leuk. Daarop ging ze mij aanvallen. Toen wilde ik schieten, maar ik schoot blijkbaar echt gewoon vier keer of zo tussen de benen door. In plaats van in het been. De laatste was raak, daarna hebben we haar kunnen aanhouden. Er zat MDMA bij. Methamfetamine. Dus geloof ik MDMA. Of met. Dat is MDMA geweest. In ieder geval met, geloof ik. Ja, je had voor de rest geloof ik niet echt iets bijzonders bij, dus ga met ons mee. Even snel naar de bussie. Gaan we weer raar doen. Gaan we tegen de achterkant aanlopen zo. En dan zo, poef. Dan gaan we daar naartoe lopen en opeens poef zit ze. Toch niet, dan maar een transportje. Ja, ik heb dat altijd met die busjes. Ik denk dat het toch aan mij ligt dan, om maar even zo te zeggen. Dat is verhoord. Transporteenheid komt. Neemt daar als het goed is mij.
kunnen wij door. Oh, dat is natuurlijk nog het slachtoffer wat hier staat, ja. Die is natuurlijk gestoken in zijn rug. Of in zijn zij. Goedendag meneer. Hoe gaat het? Ja, steekwond in de zij. Ik ga daar even een ambulance voor laten komen. Nee, er gaat een ambulance uw kant op komen, of deze kant, onze kant op komen, om hem naar het ziekenhuis te brengen, want die steekwond zal toch even bekeken moeten worden. Heeft geluk gehad. Dat ook heel anders kan aflopen. En, Ambu is aanrijdend. Ja, dat is een mooi ding, hè. Die gaan we binnenkort ook zien in een video. En als die video online komt, dan is ook meteen de release. Want die hebben jullie nog niet in jullie server of 5M of in jullie singleplay. Want die is helemaal handmade en alles. Kijk eens die op, ja. Kijk je. Boah, mooi ding. Kijk eens. En oud dingetje, maar ja, wel lekker. Mooi. Klaar voor de release bijna. Dus gaan jullie binnenkort meer van zien. Voor de mensen die in mijn Discord server zitten, die hadden het al gezien. Die weten al tot die eraan gaat komen. En die weten dan ook dat Anomods en Heumods en Modding Nederland allemaal daar echt aan heeft meegeholpen. Dat heb ik er zelf aan gedaan. Nou, een paar dingen. Niet veel. Dus ik ben iedereen hartstikke dankbaar. En dan gaan we door. Dan drukken we op enter en is de melding nu mooi afgerond. Nee, ze hebben hem niet meegenomen. Daar staat hij. Potman machine. The victim survived. We are code 4. Yes. Slachtoffer heeft het overleefd en wij zijn weer met vervolg. Dat staat er eigenlijk. Dat is mooi. Attention unit 6, Lincoln 12. We've got a driver out of control in Rockford Hills. Rijdt alsjeblieft prio 1. Achtervolging met hoge snelheid zit hier in de buurt te rijden. Ja, mooie ruimte gelaten, dank je. Ik neem aan dat er ook collega's bij zitten. Hij komt ons hier voorbij. Ah, hij komt hier ook nog omlaag. Helemaal super. Wie is het? Hij draait om en knalt tegen een boom en hij knalt tegen een gebouw. En wij zetten hem klem zo. Hoppakee. Uitstappen. Hier komen. Hoppakee. Hoi. Ik ben Wim en jij bent aangehouden. Kom eens hier, staan blijven. Wait up. Kom, meewerken. Meewerken. Kom op, staan blijven. Ik ben aangehouden. Ik ben niet aan het verplicht, je hebt recht op een advocaat. Heb je dat begrepen? Heel goed man. Ga even fouilleren. Als je verder niks bij hebt, dan... gaan we het transportje laten komen. Dat gaan we nu laten komen. Voordat hij... ook collega met amfetamine. Ja, ik weet niet, het is geloof ik met crystal meth, maar het kan ook MDMA zijn. Ik weet het niet zeker. Anyways. Transportje komt deze kant op. Takenwagen gaan we bestellen voor zijn auto. Hij is al weggetakeld, de auto dan. Transportje laten we dichterbij spawnen. Op, we gaan er vast weer door. Geen schade zo te zien. Dat is altijd mooi. We zijn toch even tegen die auto aangereden. Oh ja, nu maken we schade. Dat vind ik dan. Ah ja, krasje. Moet hij tegen kunnen, toch? We gaan naar de laatste melding en dat gaat zijn. Nee, niet dan. Hoi, zij loopt dan eens met een mes. Dat is niet mooi. Staan blijven. Mijn werken.
taser. Op knieën. Hij staat te vallen, heel goed. Oh, zo helemaal aan. Oh, meewerken, heel goed. Ja, Wim is bang als het gaat om iemand die ineens opstaat, hoor. Zo helemaal aanhouding. Mes wordt veiliggesteld. Hoppa. Wie zou dat nou? Ja, transport je deze kant op. Mevrouw, ik ga je wel even fouilleren. Voor uw en mijn veiligheid en mijn, die van mijn collega's. Ik denk dat wij niet bij me hebben, zeg het nu alvast. 12:05, ik ben onderweg. Dat is verhoord. Heroïne. Ja. Dat mag ook niet natuurlijk. Veel drugs op straat, dan moeten we eens wat gaan doen. Collega, je weet wat ons te doen staat. Transportje, dat is ook een T5, maar dan een andere opbouw. Vooral Rotterdamse opbouw eigenlijk. Die. En dat is echt een typische Amsterdamse opbouw. En bijvoorbeeld wij in Limburg hebben dan weer een opbouw met ook zo wel. En dan alles weer dicht achter en een heel andere lichtbalk en zo. Je weet toch. Ja, ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik heb het een leuke video gevonden. Ik zie jullie graag een paar dagen bij een nieuwe video's zoals altijd. Wat er gaat zijn, misschien al met die ambulance die jullie net zagen, dat weet ik niet zeker. Maar ja, in ieder geval een heleboel. Er komen ook nog video's met Jan Willem aan. Zoals jullie al weten. Dus het is een verrassing. Maar jullie kunnen via mijn Instagram precies zien wat het gaat zijn als het goed is. Ik zou zeggen tot over een paar dagen bij een nieuwe video. En hebben we gezegd, nou,